Welke film is beter? Een Amerikaanse blockbuster of een Japanse film met een verwarrend laag budget? Daar gaan we in deze video achter komen. Dit is mijn review van de film Godzilla Minus One en van de Disney film Wish. Godzilla Minus One en Wish zijn films die echt uitkwamen aan het eind van vorig jaar. En die ik toen ook gezien heb in december in de bioscoop. En ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen van Godzilla Minus One. Aangezien die niet van Hollywood was. En daardoor dacht ik van, dit is helemaal niet iets wat ik hoef te zien. Toen ben ik toch geweest en het verraste me bizar positief. Een hoop van jullie zullen Godzilla vast kennen uit films zoals Godzilla vs. Kong, gemaakt door Hollywood. Niet hele sterke films, niet hele goede depictions van Godzilla, maar dat had je wel in Godzilla Minus One. Je kan het alleen al zien aan hoe de film de spanning opbouwt, dat de threat, de bedreiging, zoveel groter is dan in de gemiddelde film. Persoonlijk kende ik niemand van de hele cast van deze film, aangezien het een Japanse cast is en niet de bekende Hollywood mensen die ik ken. Dat was super leuk eigenlijk om dan te zien hoe goed anderen ook kunnen acteren, bijvoorbeeld de angst die je ziet in dit soort scènes. De film begint in de Tweede Wereldoorlog waar iemand op een basis van kamikaze vliegtuigpiloten voor het allereerst Godzilla waarneemt, daar het schot op Godzilla zou moeten nemen. Wat hem voor eens en voor altijd uit zou schakelen en dat niet doet. En vervolgens keert de hoofdpersoon na de oorlog terug naar zijn geboorteplaats. Daar is hij eigenlijk niet meer welkom, aangezien mensen me afvragen waarom hij terug is gekomen uit de oorlog. Waarom het land het niet waard was om voor te sterven. En niemand heeft daarom eigenlijk nog respect voor hem. En om zijn eigen positie weer te verbeteren neemt hij een weduwe vrouw met een kind in huis. En gaat hij werken op zee in het verwijderen van zeemijnen. En daar komt natuurlijk een nieuwe encounter met Godzilla. De film is amazing in het opbouwen van spanning. In het echt geven om karakters. En in bijna thriller slash horror momenten met Godzilla erin brengen. Ik heb echt momenten zo gezeten. Ik heb volgens mij zelf momenten zo gezeten in de bioscoop, aangezien het dus echt heel spannend was, bijna eng. Maar ik heb er heel erg van genoten. Het was echt een goede film. En heel verrassend dus. Daarom zet ik hem vrij hoog in de ranking. Mocht je die Hollywood crap als Godzilla vs. Kong gewend zijn en je kijkt dit, dan denk je echt van wow, waarom heb ik dit nog nooit gezien? De Disney film Wish had een heel ander verhaal. Die was veel minder goed. Die was ook veel minder goed in mijn ogen. Het gaat over een koning in een koninkrijk die de macht heeft om wensen van zijn burgers uit te laten komen. En ieder jaar laat hij één wens uitkomen. The most magical kingdom. Founded by a king with the power to grant wishes. Die koning is geliefd. Iedereen houdt van hem. You are their handsomest, most beloved king. Tot op een dag Asha, de hoofdpersoon, bij hem komt werken. En erachter komt dat heel veel van die wensen niet uitkomen. Some of these will never be granted. Not some, most. Je zou denken dat als in een heel koninkrijk ieder jaar één wens uitkomt, het logisch is dat een hele hoop wensen niet uitkomen. Maar nee, dat was onrechtvaardig in deze film. En de eens zo geliefde koning werd opeens een leider die verstoten moest worden. En daar gaat het plot van de film dan over. They deserve more than I decide what everyone deserves. Gelukkig maakt in de film het gezang, de liedjes maken een hoop goed. Dat maakt het weer lekker Disney, lekker Frozen sfeer. Dat was heel leuk. So I look up at the stars to guide me. I wish. En dan is er nog een heel vaag verhaal over een ster die ook wensen laat uitkomen. En eigenlijk best wel een hele schattige stem is. Die niet praat en dat soort dingen heel vaag. Last night I made a wish on a star. En een schattig geitje in de film die kon opeens praten en daar kon ik echt geen genoeg van krijgen. I'm talking, I am talking. Who knew my voice would be this low? En ook de humor in de film maakt een hoop goed. Oh, good find, Valentino. My butt found it. En het lastige is, de film die wil gewoon te veel en daarom komt niks echt goed tot zijn recht. De karakters worden niet goed opgebouwd, zeker de villain niet.
En dat maakt hem wel gewoon een stuk minder goed. Dus, Godzilla Minus One, zeer de moeite waard. Zeker als je van actiefilms houdt. En Wish, je moet er niet te veel van verwachten. Als je gewoon een fun time wil, dan kijk je dat. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik in de bioscoop heb gezien, gaan de films die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval The Creator uit de 12e aflevering en The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry uit de 13e aflevering. En in plaats daarvan komen Wish en Godzilla Minus One in de top 10. En dan gaan we snel naar de top 10. Op 10 staat nog steeds, net als in de film. Oké, nou, bedankt. Op 9 staat Five Nights at Freddy's. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Op 8 staat de film van deze week, Wish. Who knew my voice would be this low? Op 7 staat Killers of the Flower Moon. Money flows freely here now. I do love that money, sir. Op 6 staat Napoleon. Your Majesty, we are discovered. Op 5 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly we become predator. See how quickly civilization disappears. Op 4 staat de film van vorige week, Wonka. You see, I'm something of a magician, inventor and chocolate maker. So quiet up and listen down. Op 3 staat The Killer. This is what it takes. Op 2 staat de film van deze week, Godzilla Minus One. Arewa Godzilla. En op 1 staat The Marvels. You took everything from me. And now I'm returning the favor. En als klein extraatje deze week heb ik ook nog de top 10 beste series die ik afgelopen tijd heb gekeken thuis. En die komt nu. Op 10 staat Family Guy seizoen 18. Guy. Good. Good. Movement. Morning. Morning. Engelbert. Everyone. Everyone. Op 9 staat het tweede seizoen van New Girl. Ik zag New Girl recent af en het tweede seizoen was leuk, maar een stuk minder leuk en geloofwaardig dan het eerste seizoen. Maar nog steeds gewoon de moeite waard als je wil lachen. I'm Fraser Crane. No! Op 8 staat het eerste seizoen van New Girl. Believe it or not, that's not the first time someone's broken my feelings sick. Op 7 staat het eerste seizoen van Berlin, de spin-off van La Casa de Papel. Well, we are in fact here to study our next heist. The biggest and most prestigious auction house in Paris. Op 6 staat Flikker Rotterdam, seizoen 7. Op 5 staat The Clone Wars, seizoen 5. Ik zag hem recent af. Hij is heel goed met Darth Maul die helemaal terug is. Een hele storyline rondom Ahsoka, een hele storyline rondom de droids. Ja, vond ik echt heel leuk om te zien. If willing to destroy the temple, the attacker is. To great lengths they will go, to keep from being caught. Op 4 staat What If, seizoen 2. Ah, I'm great with kids. Op 3 staat The Clone Wars, seizoen 4. Op de eerste 4 afleveringen na was dat een geweldig seizoen. Echt super watchable. Heel erg de moeite waard en echt leuk om te bingen. An old enemy has awakened, seeking vengeance. Op 2 staat het eerste seizoen van Echo. I was there for you! How could you betray me like this? En op 1 staat nog steeds het tweede seizoen van Loki. It's up to us to save this place. Dan wil ik jullie alvast heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week probeer ik er weer te zijn en dan gaan we het hebben over Aquaman en The Lost Kingdom. Hopelijk zie ik jullie dan en tot snel, tot ziens, tot later.